Ik ben als kind ben ik misbruikt door een familielid. En ja, daaruit voortgekomen is wel al heel vroeg de depressie aanwezig geweest. Heb ik mijn leven eigenlijk altijd maar geleefd, geleefd. Maar daar zat eigenlijk geen vreugde in, maar heel veel angst. Ik ben Jessica Reppel, 38 jaar en ik kom uit Ridderkerk. Ik ben getrouwd en we hebben een zoon van 13. Ik ben zelf niet christelijk opgevoed. Ik heb wel op een christelijke school gezeten, dus ik heb wel de basisdingen meegekregen. Ik geloofde niet dat, ja, dat er iemand was die voor jou kon zorgen. Nee, dat vond ik gewoon onzin eigenlijk. En toen ik zwanger was, heb ik na de geboorte van onze zoon een postnatale depressie gehad. En toen kwam dat er eigenlijk allemaal ook weer uit. En daardoor ben ik echt in een zware depressie beland. Ik ben denk ik in totaal al bijna 13, 14 jaar heel erg depressief geweest. Mijn leven bestond eigenlijk uit heel veel slapen, veel medicijnen slikken. Binnenzitten, kwam niet meer buiten. Ja, eigenlijk een beetje een uitzichtloos leven. Dan ga je van therapie naar therapie. En de scherpe randjes gaan er dan wel af, maar je bent niet genezen. Ik ben vorig jaar op Goede Vrijdag naar Jubilee gegaan. Dat was een worshipavond. Er is die avond voor mijn gebeden, voor mijn angsten. En toen voelde ik al zoveel gebeuren, maar ik wist nog niet echt wat dat was. Na de worshipavond ben ik meegegaan naar de diensten van Jubilee. Nou ja, het was voor ons helemaal nieuw. Ik wist niet wat ik kon verwachten. Maar ik voelde al zoveel liefde. En na de dienst werd er ook voor ons gebeden. Voor mijn man en voor mij. En toen werd er eigenlijk ook gelijk gezegd van, jullie moeten je laten dopen. Jullie zijn hier echt klaar voor. Nou ja, 7 mei zijn wij gedoopt. En daarna is ons leven gewoon heel erg veranderd. Ik ben genezen van mijn depressie, van mijn angsten. Ik slik geen medicatie meer. Ik slikte echt heel veel medicatie. Maar daar ben ik mee gestopt. En het leven werd leuk. En dat had ik nog nooit meegemaakt. Mijn zoon heeft mij eigenlijk alleen maar gekend als depressief, eigenlijk vanaf zijn geboorte. Als iemand die niet veel doet thuis, alleen maar binnen zit, verdrietig is, angstig is. En na mijn doop ben ik natuurlijk, ja, ben ik helemaal veranderd. En ben ik vrolijk thuis, ga ik dansend door de kamer heen. Dat zelfs onze zoon aan tafel aan zijn vader vroeg van, joh, pap, wat is er met mama aan de hand? Want ze doet zo raar. En dat mijn man zei van, ja, weet je, dit is jouw moeder echt. Zonder medicatie, zonder depressie, zonder angst. Ik voel me niet meer alleen. Er is altijd, ja, een vader bij je die voor je zorgt. En dat, ja, dat voelt zo fijn. Je voelt je echt geliefd. Dat ik bij hem mag komen met mijn struggles, zeg maar. En dat ik met hem kan praten. En dat hij er altijd voor mij is. En dat hij luistert. Ja, dat is zo'n verschil. Ja, ik hoop dat de mensen die in dezelfde situatie zitten als dat ik heb gezeten, dat ze geholpen kunnen worden. En dat er echt een ander leven mogelijk is dan waar ze nu in zitten. En dat het mogelijk is om te genezen van je depressie, van je angst. Ja, en dat het leven echt mooi is met hem samen. En dat hij voor je zorgt. En ja, dat het gewoon zo anders is als waar je nu in zit. Hey, wat mooi dat je naar deze video hebt gekeken. Weet je, God heeft jou zo lief dat Hij zijn enige geboren zoon, Jezus Christus, heeft gegeven. En wanneer je in Hem gelooft, zul je niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En deze Jezus is aan het kruis gegaan voor onze zonden. En de straf die wij verdienden, die heeft Hij op zich genomen.
En Jezus is niet aan het kruis gebleven, maar hij is opgestaan uit de dood. En deze Jezus is nu in de hemel en is de naam boven alle namen. Jezus Christus is de naam boven depressie. Jezus is de naam boven angst. Jezus is de naam boven ziekte. En Jezus is de naam boven dood. Want Jezus heeft de dood overwonnen. En als jij zegt, ik ben lang genoeg God geweest van mijn eigen leven. En ik wil vandaag mijn leven overgeven aan Jezus. Bid mij dan na met je hele hart. Vader in de hemel, ik kom tot u. Ik geloof dat Jezus uw zoon is. En dat hij aan het kruis is gegaan voor mijn zonde. En op is gestaan uit de dood. Vader, vergeef mij. Was mij schoon. Maak mij nieuw. Jezus, ik maak u Heer van mijn leven. Vul mij met uw kracht. Zet mij vrij. Vul mij met uw Heilige Geest. En uw liefde. Op dit moment. In de naam van Jezus Christus.